Ja, welkom op mijn bedrijf. Nu verkopen we ongeveer 70% aan huis en 30% gaat naar de horeca of de bakkers. Nou, dan wil ik het even over die gezamenlijke campagne, want ik ben alleen, kan helemaal niks. De campagne is, we steken er met kop en schouders bovenuit. Maar ik wil het veranderen eigenlijk. Samen steken we er met kop en schouders bovenuit. En deze opening doen we dus ook niet als Stevens alleen. We doen het samen. En dan bedoel ik ook Stichting Salland en Spezialand, Salland Marketing, Marketing Oost, de provincie. We zijn ze allemaal nodig. Dus deze officiële opening van het Salland Vechtdal Aspergeseizoen is natuurlijk niet alleen voor promotie voor mij alleen bedoeld. Maar ook voor de gemeente Dalfsen, voor Salland, voor Vechtdal, voor de provincie. En om door middel van de asperges onze streek op de kaart te zetten. Dit hele bedrijf kan ik natuurlijk niet alleen runnen. Samen met mijn ouders, broer, zus, vrouw, kinderen, buren. Maar ook samen met mijn personeel. We kunnen het samen. Ik dank u hartelijk. Ja, dan wil ik nu graag meneer Van Heijem. Om een woordje. Ja, dankjewel Eddie. Goedemiddag allemaal. Ik ben Eddie Van Heijem, gedeputeerde van de provincie Overijssel. En ik ben erg blij en ook wel een beetje trots, moet ik zeggen, dat ik vanmiddag te gast mag zijn bij jou op het bedrijf om met elkaar deze opening te vieren. Want dat doen we toch eigenlijk wel een beetje. Maar heel mooi dat we hier met elkaar de aftrap geven van die campagne. En eigenlijk heb je al heel goed gezegd dat het veel meer is natuurlijk dan alleen het product asperges wat we hier met elkaar onder de aandacht brengen. Want het is natuurlijk aan de ene kant de kwaliteit van die asperges hier in Salland. Onder andere heb ik mij ook laten vertellen door de grondsamenstelling, het grondwater. Echt unieke kenmerken die ook een bijzondere smaak geven. Die waar je ook trots op mag zijn. Maar het is veel meer dan alleen maar dat product. Het is ook wat je er met elkaar mee doet. Natuurlijk de samenwerking met restaurants, mensen die het bereiden. Ik wil toch even hardop zeggen dat zonder ondernemers zoals Andy, wij dat nooit voor elkaar krijgen. Dus misschien dat ik daar toch een hartelijk applaus voor mag vragen. Daarin zeg ik ook alle andere ondernemers die daar ook keihard aan werken en alle andere bedrijven die het samen met elkaar op de kaart zetten. Goedemiddag allemaal. Ik zie heel veel mensen, daar ben ik hartstikke blij om. Mijn naam is Willy Haarman, ben ondernemer, ben voorzitter van Salland Aspergeland Stichting. Heel klein clubje, de aspergemannen, dat zijn er maar zes telers, waarvan de eerste hier in Leven en Lijven staat. Er zijn een aantal tussen ons, staan hier ook wel, hebben we twee in Diepeveen. Twee in Raalte en nog eentje in Diffelen. Dat is ook Vechtdal. Wij gaan het anders doen. Als telers gaan we 9 zaterdagen gewoon iets doen bij de telers thuis. Vandaag hier, bij Annie. En we sluiten ook hier weer, Annie, op 13 juni. 13 juni sluiten we, dan mogen jullie allemaal weer komen. Dames en heren, ik zou het kort moeten houden. Maar dat vind ik heel ingewikkeld als het over asperges gaat. Omdat de asperge, dat is iets bijzonders. Het heeft ook iets te maken met mijn eigen achtergrond. En Eddie zei het al terecht. Het is niet zo dat ik ooit geld verdiend heb met asperges. Dat is niet waar. Maar het is wel zo dat toen ik klein was, ik denk vanaf 4, 5, 6 jaar, zoiets. Dat dan als het seizoen zover was, dan zei mijn moeder 's morgens tegen mijn handen, we eten vanavond asperges. Dan gaf ze me een emmer. En dan moest ik die zelf gaan halen. En ook steken. En dan kwam ik thuis en dan moest ik ze zelf schoonmaken. En mijn vader moest ze koken. Mijn moeder had het goed voor elkaar. En dat is dan een deel van je leven. Dat zal voor de mensen die hier werken ook zo zijn, maar voor ons was dat zo. Dat was een deel van onze cultuur. Ik kom namelijk uit Midden-Limburg. Ja. Dus bij ons zijn asperges geen groente. Dat is een misverstand. Asperge is veel meer dan een groente. Asperge is een verhaal. Asperge is een periode. Asperge is wit goud. Dat is wat asperges zijn. Niet dat je er rijk van wordt, maar toch is het wit goud. En nu kom ik in Salland. Ik ben daar een jaar of 10, 15 geleden gekomen. En wat zag ik daar? Asperges. En ik dacht, dat kan niet waar zijn. Ze kunnen niet lekker zijn. Het kan niet zo zijn als bij ons. Dames en heren, dit zijn de beste asperges van Nederland. Kijk. Die van Raalte zijn niet slecht. Mag ik er weer wonen, heel? Die van Ome kunnen best wel. Maar de allerbeste, die vind je hier. En ik kan er niks aan doen. En in die zin, we leggen de lat hoog, maar dit is gewoon zo.
Dit zijn de allerbeste. Ze hebben ten opzichte van Limburgse asperges één nadeel. Ze zijn er pas een week of twee laat. Ze hebben één heel groot voordeel. Ze nemen het hier niet zo nauw met Sint-Jan. Hoe dat komt, weet ik niet. Je moet hem zelfs uitleggen dat dat een heilige is. Dames en heren, het mooie van asperges is, en Andy van der Kolk heeft iets gezegd, het is een prachtig iets, het is een mooi product. Je kunt er heel veel mee. Dat vinden we hier veel in deze streek. Dat maakt deze streek zo mooi. En ik begrijp dat er geld nodig is. Maar ik zou zeggen, laten we eerst zo snel mogelijk, zoveel mogelijk, zo mooi mogelijk asperges eten. Dat praat makkelijker. Ik dank je. Veel succes. Ja, dankjewel voor al deze mooie woorden. Ik word alleen maar trotser eigenlijk op mijn hele bedrijf. En op mijn personeel eigenlijk. Want ik kan het niet alleen. Dat is eigenlijk altijd wat ik zeg. We moeten het samen doen. Maar de officiële opening kunnen we nog even daar het land in. Gaan we die even steken? Ja? U wordt van harte eigenlijk uitgenodigd. Allemaal even mee te gaan. Ja, steek hem maar aan. Kijk, hier. Kijk, lankje. Ja. Ja, klopt. Ja. Meneer Van Heijmen, kun jij ook? Ja.